Zo in één keer doen dit op uit de bossen. Holleboom, holleboom. Parels van Weert. Ik leer een echte vlei bakken. Ik ben op de jaarlijkse braderie. En ik ben bij een concert in het poppodium. Dit is mijn stad Weert. Ik ga vandaag op pad met Lennart, geboren en getogen Weertenaar. Prins Carnaval 2014. En Brigitte. Zij is van origine een Roermondse, maar inmiddels helemaal bekend met het ons gevoel hier in Weert. Maar eerst wil ik weten wie deze mevrouw is. Weet jij wie dit is, deze mevrouw? Niet. Echt niet? Bekende Weertse? Nee. Ik kan niet op de naam komen, hè? Antje van de Staes. Het Weertse Fly vrouwtje. Ja, het heeft wel geschiedenis, ja. Die kwam langs de treinen en die kwam langs de ruiten van de compartimenten. Dat is zo. En de Fly te kopen. Zij heeft gewoon iedereen verwend met het lekkerste blaadje van Nederland. Kijk, daar is ze. Antje is echt het icoon van Weert. Heeft Van Weert de vlaaie stad van Nederland gemaakt. En ze staat gewoon voor Limburgse gezelligheid. In 2014 is Weert uitgeroepen tot de groenste regio van de wereld. En ik heb met Brigitte afgesproken bij een van de groene parels. Het is het mooi hier? Prachtig, hoi. Hey, leuk je te ontmoeten. Ja, eens gelijks. Wat een oase van rust. Wat een oase van rust, prachtig, ja. Nou, echt wel prachtig, ja. En het is... Ja. Ja, wat je zegt, joh, het is zo dicht bij de stad. Ja. Ik ben met fietsje, maar dat is niet normaal. Je bent echt in een steenworp, echt. Hè? Ja, dat is waar. Het is ook uitgeroepen tot een van de groenste regio's van de wereld, begreep ik. Ja, dat klopt, het is echt heel bijzonder. Wat zijn daar eigenlijk de criteria voor? Van wat ik heb begrepen, heeft de jury niet alleen gekeken naar hoe groot dat het hier is. Want het is 4 keer zo groot als de Veluwe. Het is echt prachtig. En de jury heeft dus niet alleen daarnaar gekeken, maar ook de inzet van de vrijwilligers om het zo mooi groen te houden. De samenwerkingen tussendoor. Ja, en die jury was daar erg van onder de indruk. Ik heb afgesproken met Lennart. Ben Lennart. Lennart met Jeroen, ik ben er hoor. Met z'n allen! Ja. Vriet op! Rockzeggers! Uli! En de zoekplaat! Zingen! Vruimpjes! Stop! De rocksteker. Ja, zeker. Kom verder. Ja, dank je. Hey, Lennart. Hey. Leuk het ontmoeten. Ja, aangenaam. Zeg, je bent prins. Carnaval geweest in 2014. Klopt, ja. Wat moet je doen om prins te worden? Ja, je kunt er niet echt iets voor doen, volgens mij. Je wordt gevraagd. Je moet wel een carnavalshart hebben, denk ik. Ja. Ja, je moet geboren en getogen Weertenaar zijn. Je moet inderdaad betrokken zijn bij carnaval en dan val je al op. En als je dan ook nog eens in het sociale leven hier in de regio betrokken bent, dan kom je wat eerder in de picture, denk ik. Ja. 1+1=2. Ja. En dat was een mooi jaar, denk ik. Ja. En dan stond jij op deze kar? Kun je ze voor hoe dat eruit ziet? Nou, ik stond daar. Je wordt met een heftruck bovenop de rog gehesen. Dit staat er dan nog op. En hier staat het gevolg. Ja, dus, de Raad van Elf? De adjudanten en de dames daarvan. De Raad van Elf zit op een aparte kar. Dus dit is echt puur de prinsenwagen. En dan sta je in dat mandje en kun je eens voordoen, want dan zwaaien naar de mensen. Ja. Je hebt, je staat dus bovenop met de microfoon en spreekt het Weertig carnavalsvierend publiek toe. Je spreekt mensen ook echt toe, ja? Ja, zeker. Met microfoon en het is iedereen bedanken, welkom heten. Ja, dat is altijd verschillend. het is feest, hè? Dus het mag alle kanten op. Precies, ja. Lamme arm op het einde. Ja. En met de rockstekers, Willem, daar hangt een hele symboliek aan op. Ja. Kun je eens uitleggen wat het allemaal inhoudt? Jazeker. Misschien is het goed om dan even om de wagen heen te lopen. Ja, precies. Kunnen we beter zien. Ja. Voor jong en oud is er wat te doen. Je kunt sportief, je kunt op het terrasje gaan zitten, wandelen. Dus echt voor elk wat wils. De IJzeren Man. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Dat verwijst naar de baggermachines die 100 jaar geleden werden gebruikt hier voor de zandwinning. En mensen wisten niet wat dat ding was. Dus ze zagen alleen maar grote graafarmen en baggermachines en hebben dat de IJzeren Man genoemd. Ze hadden verder weinig beeld bij. Die zagen alleen maar een meer ontstaan eigenlijk. Ja, dat klopt, dat klopt. En die plas is dus de IJzeren Man. Maar in Weert is het hele gebied eigenlijk daarna vernoemd.
Van Lennart heb ik nog steeds de anekdote van de rogstekers te goed. Stop. De duivel was in Weert aanbeland. Ja. Dus heel Weert en omstreken liep uit om te gaan kijken naar het duivelsbeest. En iemand moest de duivel gaan vermoorden. En uiteindelijk was er één dappere man en die stak met zijn riek de duivel dood. En op dat moment komt er een vissersboer terug. En volgens de legende roept hij dan ook uit en lacht hij alle Weertenaren uit. Want hij zegt, hebben jullie dit niet gezien, jongens? Wat je daar hebt neergestoken is niet de duivel, maar een vis. Dus het is een rog. En vandaar komt ook de schertsnaam eigenlijk, de rogstekers. En voor op de wagen staat dan uiteindelijk de dappere man met zijn riek. En als iedereen roept, steek Jan, steek, dan steekt hij de duivel dood. En daar komt de legende vandaan. Wat een ontzettend mooi verhaal. Ja. Ik zeg, alaaf. Alaaf. Ik doem dit op uit de bossen. Ja, dit is het Openluchttheater De Lichtenberg. Eind jaren 50 gebouwd door de Weertse architect Pierre Wegels. En het is zo mooi, dit moet je even zien. Holleboom, holleboom, hollebomen. Prachtig, hè? Ja. Ja, ja. Dat betekent dus, ja, als je hier een opera zou opvoeren, dan heb je dus gewoon ook geen microfoons nodig. Want je hebt echt een bereik tot het einde van de tribune. Het draagt gewoon compleet de hele zaal. Ja. Wat gebeurde hier qua optredens? Hè? Alles. Echt de grote namen kwamen naar Weert. Bospop is hier ooit begonnen. Die zijn uit een jasje geroeid. Maar het bruiste echt. Zijn er plannen om deze plek weer nieuw leven in te blazen? Ja, gelukkig wel. Zie je André Rieu hier al spelen? Ja, dat zie ik. Ik zie van allerlei dingen hier ontstaan. Fantastisch echt. Ja. De omgeving van Weert is prachtig. Maar midden in de stad zijn ook veel groene parels te ontdekken. De braderie, hè? Elk jaar, al 40 jaar lang, is het elk jaar gedoen. En heel Weert pakt er gewoon van vrij. Hè? Superleuk evenement. Mensen nemen echt vrij voor dit gebeuren, jaarlijks, hè? Ja, ja, absoluut. Nog meer mooie evenementen zo door het jaar heen? Ja, natuurlijk carnaval. Uiteraard. Uiteraard. Ook iedereen vrij en iedereen in de stad aan het feesten. En je hebt hier een van de twee grootste kermissen van Nederland. Dat is ook echt een evenement. 5 dagen lang, de kroegen open, mensen komen van heinde en ver. Iedereen komt hier naartoe. Dat is ook wel mooi. Dat is ook wel een beetje dat ons gevoel weer. Hè? Ja, de Weertenaren pakken vrij om samen te zijn en samen gezelligheid te beleven. Ja, wat mooi. Een mooie gevel. Ja, het is prachtig, hè? Het is het oude gemeentehuis, nu een mooi museum, gemeentemuseum. En eind november, begin december is dit het huis van Sint-Nicolaas. Dus er staan hier allemaal gillende kindjes te wachten om naar binnen te gaan. Nou, wat leuk. Ja, ik heb hier zo een afspraak met John van Kouteren. Die gaat me even rondleiden. Nou, heel veel plezier. Zie je zo. Tot zo. Het Jacob van Hoorne Museum is niet alleen het huis van Sint-Nicolaas. In dit museum stond op Koninginnedag 2011 ook de koninklijke familie op het bordes. Goedemiddag. Ik heb een afspraak met John van Kouteren, de conservator. John? Hey. Hoi. Jeroen. Wat is dit voor een kamer? Ja, dit is de zogenaamde pastoriekamer. Die beheerd werd door de Franciscaanse minderbroeders. De Franciscanen stonden heel dicht bij het volk. Dat waren ook volkspredikers. En vandaar dat ze ook zo populair waren. En daar is veel kunst uit voortgekomen? Daar is heel veel kunst uit voortgekomen, wat eigenlijk heel vreemd is, omdat ze natuurlijk de armoede predikten. Maar je hebt de beelden nodig ook om de verhalen te kunnen vertellen. Ja, dit is nou zo'n mooi voorbeeld van hoe Franciscus het Bijbelverhaal naar het volk brengt. Want Franciscus geldt als de uitvinder van de kerststal. En dit is het oudste voorbeeld uit de Nederlanden wat we kennen. En ja, het is ook een stalletje zoals ze dat hier in de Nederlanden in het begin van de 16e eeuw ook gewoon kenden. Mooi verhalen vertellen met kunst. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld daarvan. Het is een heel bijzonder onderdeel van ons museum. Dat is het Open Restauratieatelier. Hier zijn vrijwilligers bezig om
de oude polychromie, de kleuren, de originele kleuren vrij te leggen van een laat-middeleeuws Mariabeeld, wat het museum ooit cadeau heeft gekregen van een zusterorde hier uit de regio. Jullie hebben een enorme collectie met het museum, hè? Ja. Ja, zoals ik zei, we hebben twee belangrijke kerncollecties, dus de regio Weert en de Minderbroeders Franciscanen, religieuze kunst. En het bijzondere van die collecties is dat er allerlei verbindingen zijn. De Franciscanen hebben al sinds 1461 een klooster hier in Weert. Zijn al 550 jaar onafgebroken met Weert verbonden. En dat is het mooie van deze collectie, om daarmee te mogen werken. Ja, heel mooi. Ja, en nu heel veel succes met uw kleine laagjes. Dank u wel. Ja. Naast de mooie musea kenmerkt Weert zich door grote evenementen. Bospop, carnaval en in het laatste weekend van september een van de grootste kermissen van Nederland. En Weert is een paardenstad, dus een paardenevenement mag natuurlijk niet ontbreken. Met Lennart ga ik naar een concours voor authentieke rijtuigen. Ja, we hebben dus niet alleen de kermis, carnaval en alle andere evenementen, maar Weert is paardenstad. En je ziet hier een concours internationaal van aangespannen rijtuigen. En ja, dit is echt een prachtig evenement, uniek wereldwijd. Het zijn allemaal echt oude rijtuigen, hè? Voor 1945, heb ik me laten vertellen. Mooi, en alle kleding is allemaal traditiegetrouw. Alles echt traditioneel en dit kenmerkt Weert ook wel echt als paardenstad. Mooi. Ja. Na de break ga ik met oud Prins Carnaval een echte Weerter vlaai bakken. En met die vlaai neemt hij me mee naar grote hoogte. Met Brigitte ontdek ik nog meer groene parels in Weert. In deze aflevering van Mijn Stad ontdek ik de veelkleurigheid van Weert. Met oud-prins Carnaval Lennart ging ik naar de braderie. Met Brigitte ontdekte ik de verborgen groene parels van de stad. Ik word meegenomen naar grote hoogte. En ik begin te begrijpen dat Weert niet voor niets is uitgeroepen tot de groenste regio van de wereld. Weert en vlaai is natuurlijk één en hetzelfde. Elk feestje begint met een lekker stukje vlaai. En hier bij de vlaaibakker van Weert zou ik zeggen, tijd om voor jou zelf eens te leren om vlaai te bakken. Dus ik krijg een kijkje in de keuken? Vind ik wel. Geheim van de smid? Ja, geheim van de enige echte smid. Dat is puur meel met boter, wat doe je dan bij? Boter, gist, zolang dat die lekker vers blijft, de vlaai. De samenstelling, is dat ook het geheim van de smid? Meestal wel, de recepten zijn belangrijk. Ja, precies. En dus ik wil ook niet zomaar prijzen natuurlijk. Daar ga ik ook niet naar vragen dan? Ja. Nee. Ja. Hey, kun je dat zelf eigenlijk wel een beetje, Lennart, vlaai maken? Ja, wat denk jij? Iedere Weertenaar moet dat toch kunnen? Maar we laten dat meestal aan de professionals over. Wat een mooie ambacht dit, hoor. Een paar keer op en neer flipperen. Loslaan. Het ziet er nu al prachtig uit, hè? Lennart, wat vind je ervan, jongen? Ja, ik denk dat je wel een mooie toekomst hebt als vlaaienbakker. Ja, jongen, ik ben erbij, hoor. Goed gedaan. Ik vind het echt leuk. Verbazingwekkend goed zelfs. Goed sluiten. Nou, mooi, dan gaan we even wachten. Ja. Lennart, ik geef mij meteen gelegenheid om jou een vraag te stellen. Je hebt met ons en Weert. Ja. Dus we... Dat ons gevoel is echt wel heel typerend voor de stad, hè? Ja, dat is typisch Weert. Ja. Hoe komt dat?
Ik denk dat het ermee te maken heeft sowieso dat we een stad zijn, maar met ook wel een dorpse mentaliteit. Ons kent ons is ook echt wel van toepassing hier. Iedereen kent elkaar, iedereen groet elkaar. Het is een groot gevoel van saamhorigheid bij. Hij ruikt heerlijk, hè? Dat moet ook. Zo. Nou, Lennart. Deze gaan we heerlijk opsmikkelen. Jij bedankt? Ja, jij ook bedankt. Lijkt me een goed plan om dat te doen, maar dat gaan we wel op een mooi, bijzonder plekje doen. Bovenop de Sint-Martinus-toren. Op grote hoogte. Yes. Super. Het kan dus ook regenen. Ja, in één keer. Kijk wat een mooie plek om te schuilen. Ja, ja, inderdaad. Dat klopt. Dat is een kapelletje. Dat klopt. Het is de Mariakapel. Ook een onderdeel van het Lichtenberg-complex. En dus getekend door Pierre Wegels. Zeg, en gebeuren hier nog dingen? Heel af en toe wordt dit gebruikt voor intieme concerten. Wat de mensen niet weten, is dat je dit ook als trouwlocatie kan gebruiken. Ja, dan is het gewoon heel bijzonder als je binnen staat, de zon schijnt en het mooie licht van de glas en lood weerkaatst. Ja, prachtig. Hè? Het ligt zo mooi verscholen in de bossen. Ja, ja. Are we lost without you? We gaan naar het poppodium van Weert. Zij organiseren ook het Bospop Muziekfestival. Dit festival bestaat al 36 jaar en trekt jaarlijks zo'n 40.000 bezoekers. De Polswel is een muziekcentrum van Limburg. En wij zijn in deze zaal vanaf 2003 bezig met het presenteren van popmuziek. Een van de toppers die we hebben gehad is natuurlijk Neil Young. We hebben Toto gedaan, we hebben Joe Cocker gedaan, Simple Minds. You should have told me the truth, sir. So I would be there. Hey Peter, wel mooi, hè? Want je biedt ook echt podium aan wat minder bekende artiesten. Wat is daar eigenlijk de filosofie achter? De bekende artiesten die pakken altijd volk. Hè? Daar komt het grote publiek op af. Maar we vinden het ook heel erg belangrijk dat de minder bekende artiesten toch voor een groot publiek kunnen spelen. Ja, dat is ook echt de reden dat Fonds Podiumkunst bijdraagt aan de Bosuil. Het is heel erg belangrijk, denk ik, dat je ook die amateurkunstbeoefeningen stimuleert. Hè? Het is ook een maatschappelijk iets, denk ik. Cultuur en maatschappij komt daar bij elkaar. Mensen zijn samen bezig iets te presenteren. En daar werken wij graag mee. En ik begreep ook, hè, bijvoorbeeld zo'n Bospop. Hè? Dat is natuurlijk daar zijn enorm veel vrijwilligers bij betrokken. Ja, Bospop is eigenlijk, ik denk dat wij het grootste festival zijn wat eigenlijk alleen nog maar draait op vrijwilligers. En dat geeft een heel goed samengevoel. We zijn één grote familie. Daar krijg ik hier nu gewoon kippenvel van. Maar Lennart, jij gaat ook ieder jaar, hè? Jazeker, en toevallig ook dit jaar als vrijwilliger de eerste dag. En dan 2 dagen festival vieren. Ja. Heel ondernemend, zeg je. Ja, dat klopt. Als je kijkt naar de samenwerking van de binnenstadondernemers, dan komt dat nu echt van de grond. En Weert is ook echt wel bekend van een aantal grote bedrijfsnamen. De Fratella-snoepjes bijvoorbeeld worden hier gemaakt. Trespa is een internationaal bedrijf. De pastijtjes van Jos Poel worden geëxporteerd naar China. En juist denk ik de ligging van Weert ten opzichte van Duitsland, België, maar ook Amsterdam, ligt gewoon heel centraal. Dus er gebeurt echt ontzettend veel hier. En dit is jouw theater? Ja, dit is ons theater van de stad en dit is echt de mooiste plek van Weert. Vind je het leuk om even naar binnen te komen kijken? Heel erg leuk. Ja? Nou, dan gaan we. Het is echt een mooie plek. Ja, dat vinden wij dus ook. Heel huiselijk, hè? Ja, dat is ook precies wat wij graag willen. Dat mensen zich hier thuis voelen. Ja. Ja, hier hebben we nog een grotere ruimte. Wauw. Echt een hele mooie zaal. Ja, echt een magische plek. Hoeveel mensen kunnen hier in de zaal? 450 mensen, ja. En wat mag je een beetje verwachten als je hier naartoe komt? We hebben alle genres, toneel, muziek, theater, musical. Alle grote namen komen hier. Bert Visser, Guido Weijers, Jan Dino. Eigenlijk het totaal aanbod wat je in het theater mag verwachten. Wat onderscheidt jullie echt van andere theaters? Ja, wat ons onderscheidt is denk ik het verenigingsleven hier in Weert. En de producties die zij maken. En wat voor type voorstellingen komen daaruit voort? Complete harmonieën zitten hier op de bühne. Nou, 10 bonte avonden hebben van de carnavalsvereniging. Dat is echt uniek. Toneelverenigingen, koren, nou ja, noem het allemaal maar op. Het is echt 85% van de Weertenaren is lid van een vereniging. Dat kan natuurlijk zijn van een schutterij of een koor, maar ook een sportvereniging. Maar dat is echt wel typerend voor deze regio. Ja, echt mooi. En jij kan dus
een podium bieden daarvoor. Ja, nou. Ja, daar worden we ook heel blij van. Ja, dat is ook heel mooi. Zo, flinke toren, zeg. Ja, de decanale Sint-Martinuskerk, een van de top 100 monumenten van Nederland. En we gaan er ook Sander ontmoeten. Hij doet onderzoek naar religieuze kunst op dit moment. Oké, ik ben benieuwd. Een mooie grote kerk is het. Ja, supergroot. De stadskerk natuurlijk, hè. Sint-Martinus. Hoi. Hallo. Sander. Jeroen, hoi. Hey. Hi. Sander, hi. Hey. Een prachtige kerk. Zeg, jij bent expert op het gebied van religieuze kunst. En je hebt hier een aantal bekers staan. Ja, klopt. Althans, wij noemen ze anders. Ja. We hebben hier liturgisch vaatwerk. Dus zaken die tijdens de heilige mis en andere plechtigheden worden gebruikt. Dit is ook zo'n voorbeeld van roerend religieus erfgoed. De gewaden die de priesters droegen en dragen tijdens de heilige mis. Allerlei dure materialen, zijde, goudbrokaat zijn erin verwerkt. Ontzettend, ja, het geeft een mooi blijk van... Ja, een enorme rijkdom eigenlijk. Absoluut. Ja. Nou, heel belangrijk onderzoek dus, hè, wat ik goed begrijp. Mondriaan Fonds onder andere ondersteunt jullie daarin? Ja, Mondriaan Fonds en de provincie Limburg zijn eigenlijk de grote partijen die dit project dragen. Zij kunnen onderzoek doen en restauraties uitvoeren en zaken schoonmaken. Zodat dat alles weer in de oude luister hersteld kan worden. Dus niet alleen inventariseren, maar ook behouden. Ja, behoud is echt de insteek van het project. Hoe hoog is deze toren eigenlijk? Nou, wij gaan nu naar 60 meter. In totaal is hij iets meer dan 80. En hij was ooit zelfs meer dan 100 tot een grote storm in 1940. Toen is er een stuk afgewaaid. Nou, wel fijn dat het gestormd heeft toen. Ja, anders moesten we nog verder. Zijn we. Wow. Dat is een klim meer dan waard. Ja, precies. Dat over de groene parel is niet gelogen. Hè? Weert de groenste regio van de wereld. Je ziet het hier overal terug. Ja, het lijkt bijna alsof de stad in een bos gebouwd is, joh. Ja, het is een en al groen. We hebben allemaal bosgebieden eromheen liggen aan alle kanten. Zelfs midden in het centrum zie je hier de tuin van de zusters Beritenessen. Lang geleden een gesloten klooster geweest. En nu af en toe ook open voor het publiek. Ik kan hier niet normaal ver kijken, joh. Het is mooi vergezicht, hè? Hey, Lennart, moeten wij niet een beetje van mijn vlaai gaan snoepen? Ja, ik ben wel heel benieuwd of het wordt. Mijn vlaai. Kijken of hij ook echt weer gaat smaken. Oh, hij ziet er wel heel mooi uit, hoor. Ja. Hey, pak een lekker stukje. Ja, nou. Gezondheid. Gezondheid. Nou, hebben we goed gedaan. Hij is echt heel erg lekker, hè? Mm. Al zeg ik het zelf. Je zei het ook zelf. Ik blijf nog een nacht slapen bij Antje, zodat ik nog even kan nagenieten van Weert. En wil jij nog meer weten over Weert of andere Nederlandse steden? Bezoek dan onze website. Tot volgende week. Bedankt, Antje. Oh. Volgende week ben ik in Leiden. Aflevering gemist? Ga naar rtlxl.nl.